Kijkers, welkom bij aflevering 9 van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in zijn greep houdt. Belangrijk deze periode is, blijft u kalm en neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Vandaag hebben wij in de studio Swami Giridhari en hij is bestuurslid van de VES. Swami Giridhari, alles goed met jou? Ja hoor. Welkom in de studio. Ja, goeiedag Priscilla en de kijkers thuis. Vandaag gaan we het hebben over de economische impact die COVID-19 heeft op Suriname en natuurlijk ook op de wereld. Hoe ervaart u deze situatie nu? Ik persoonlijk ervaar deze situatie als zeer ernstig. Het is niet een ver van ons bedshow. Het is gewoon in Suriname, het is gewoon heel dichtbij. Elke dag raak je gewoon ermee geconfronteerd. Als je nu de radio aandoet of de tv aanzet, de krant openslaat, het gaat over COVID-19 en echt de negatieve effecten voor in de wereld en onze samenleving. Wat zijn de negatieve effecten als ik het heb over de economische situatie op de wereld en Suriname? We zien als we kijken naar de omstandigheden, zeker in de westerse wereld en in andere gebieden, dan zien we dat het leidt tot een inkrimping van de economie. De werkloosheid neemt toe, de inkomsten nemen af. Maar dat effect zien we ook in Suriname inmiddels. Ja. We zien dat bedrijven moeten sluiten. Zeker bedrijven die in de avonduren opereren merendeels. We zien dat mensen hun banen kwijtraken. Ja. We zien dat mensen die vanwege de armoede van de afgelopen periode, de mensen hun tweede, hun derde baan niet kunnen uitoefenen. We zien ook dat de koopkracht aan het afnemen is. Dat is niet door COVID-19, maar door COVID-19 neemt dat gewoon verder af. Ja. Dus de economische impact is wel enorm. In welke mate, dat weet ik niet. Ik weet niet of de instituten in Suriname zich op dit moment daarmee bezighouden. Bijvoorbeeld het planbureau. Ja. Het zou wel heel handig zijn als het planbureau samen met andere instituten, waaronder de Universiteit van Suriname, dat zij scenario-studies gaan uitvoeren van mocht zijn als de COVID-19-crisis 3 maanden aanhoudt, of 6 maanden aanhoudt, of 9 maanden aanhoudt, of een jaar aanhoudt. Ja, dat weten wij niet. Ja, dat weten wij niet. Wij weten niet hoe lang dit zal duren en of de maatregelen strenger zullen worden. Op dit moment hebben we een partiële lockdown. Ja. Hoe lockdown ervaart u dat, de partiële lockdown? Ik sta er wel positief tegenover hoor. Ja? Omdat de contacten tussen mensen moeten wij gewoon verminderen. Mm-hmm. We moeten de verspreiding tegengaan en dat kan gewoon als je minder mens-tot-mens contacten hebt. Dus ik vaar het wel positief en ik denk dat elke Surinamer zich daaraan moet houden. Ja. Maar heeft dat impact op het bedrijfsleven? Absoluut, absoluut. Ja? We lezen in de krant dat bedrijven die moeten sluiten, maar ook andere bedrijven. Ik bedoel, die voorbereidingen treffen voor de volgende dag. Als we kijken naar landbouwbedrijven, boeren, die oogsten in de middag en dan hun groenten naar de man brengen voor de volgende dag op de markt. Ja. De effecten zijn er. Hoe gaan we daarmee om? Welke maatregelen worden getroffen door de samenleving? En de overheid moet daarin het voortouw nemen, samen met bedrijfslevenorganisaties, de VSB, de ASFA, de boerenorganisaties, andere werkgeversorganisaties en ook de vakbeweging. Hoe wij deze crisis in economisch zin kunnen overbruggen. Er moet eigenlijk een hele reddingsoperatie worden uitgezet, een reddingsplan moet worden opgezet, hoe wij dit allemaal zullen overbruggen. Wat is uw prognose voor wat betreft de economische impact? Prognose is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Wij zien wel de effecten op dit moment en de effecten zijn zwaar, zeker voor de lage inkomensgroepen. De overheid moet ook kijken naar haar uitgaven en haar inkomsten. Daarin zal er ook een verandering optreden. De uitgaven zullen zeker toenemen als het gaat richting volksgezondheid. Maar als we kijken naar de inkomstenkant, zal die waarschijnlijk afnemen. Er is al een groot begrotingstekort. Hoe gaat de overheid daarmee om? Als we kijken naar bedrijven, als we kijken naar de kostenposten van de bedrijven, loonkosten zijn een van de grote kostenposten binnen bedrijven. Hoe gaan bedrijven die nu minder moeten produceren, kunnen produceren, ook vanwege het voorradig hebben van inputs, en arbeiders die ook vanwege de maatregelen van social distancing bijvoorbeeld niet kunnen produceren, of op een laag pitje, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan de bedrijven ondersteund worden om de loonkosten te draaien? Want de mensen hebben wel hun inkomen nodig. Welke andere maatregelen kunnen getroffen worden? Misschien moet er gekeken worden welke afdelingen van welke ministeries waarbij de ambtenaren thuis kunnen blijven. Misschien. Dus van huis uit werken? Bijvoorbeeld van huis uit werken, maar misschien niet hoeven te werken, want er zijn ook heel veel mensen waarvan de productiviteit niet op het niveau is dat wij graag zouden willen hebben. Ja. Kijken misschien hoe ze thuis kunnen blijven, zeker daar de kinderen nu ook thuis zijn, die moeten ook bezig gehouden worden.
En met misschien een vermindering van de salaris. Daar moeten studies over gedaan worden hoor. Ja. Ik zeg niet dat het zomaar gedaan moet worden, maar er moeten studies over gedaan worden. Zodat de overheid ook minder uitgaven hebben en de mensen ook bijvoorbeeld minder uitgaven. Want naar het werk gaan kost ook wat. Dus één, we moeten kijken naar één, hoe kunnen de loonkosten van bedrijven verminderen. Daar kunnen bijvoorbeeld kunnen de belastingen als instrument gebruikt worden. Uitstel van belasting of verlaging van de belastingen. Dat zou wel zorg dragen voor vermindering van de overheidsinkomsten. Maar we moeten gezamenlijk kijken, want dit vergt een gezamenlijke aanpak. Ja. COVID-19-crisis moeten wij gezamenlijk oplossen. Gezamenlijk aanpakken. Mensen van En hoe gaat Suriname dit aanpakken? Hoe denkt u dat Suriname dit zal aanpakken? Wij van de VES stellen voor ja? dat de overheid daarin het voortouw moet nemen. En alle maatschappelijke groeperingen, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties moet uitnodigen in acht genomen lockdown en social distancing. En een plan moeten opstellen. Hoe denken wij, als het 3 maanden duurt, om de negatieve effecten, die COVID-19, dat bovenkomt vanwege het overheidsbeleid van de afgelopen jaar, hoe wij dat allemaal kunnen aanpakken. Yeah. Of het 6 maanden duurt of 9 maanden duurt, want er komt een periode na COVID-19. COVID-19 zal niet voor eeuwig zijn. Nee. Als COVID-19 straks voorbij is, hoe gaan wij dan verder? Mensen die één hun leningen niet hebben kunnen aflossen, hoe gaan we dat oppakken? De banken hebben ook het geld nodig en daar moeten wij, de overheid, het voortouw nemen door in discussie te geraken met de banken en met diverse organisaties, hoe wij dat allemaal kunnen oppakken en kunnen komen tot oplossingen. Oké, u praat over de ondernemers. Wat kunnen de ondernemers doen om deze negatieve gevolgen te beperken? Ik denk dat de ondernemers creatief genoeg zijn en hebben nagedacht en die maatregelen hebben doorgevoerd binnen hun bedrijfsvoering. Maar ze hebben steun nodig. En die steun hebben ze nodig van de samenleving, maar ook vanuit de overheid. En ik denk waarover ik het eerder had, een reddingsplan moet komen. Ja. Zeker gericht op de uitgaven van bedrijven. Want er zijn heel veel bedrijven die nu echt over de kop gaan. Okay. Niet alleen vanwege COVID-19. Ja. Maar hoe kunnen wij werkgelegenheid behouden? Omdat veel mensen ook hun baan verliezen. En we moeten dat wel proberen te behouden. Misschien op een laag pitje. Maar we moeten wel die sectoren ondersteunen, zeker in de na-COVID-periode. Op welke manier zou de VES kunnen ondersteunen in deze situatie? De VES is een vereniging waar economen lid van zijn. Ja. Als je economie gestudeerd hebt, kunt u lid worden van de VES. De VES heeft altijd gevraagd en ongevraagd haar adviezen gegeven naar de overheid toe, maar ook naar andere maatschappelijke organisaties toe. De VES is bereid te ondersteunen. Ja. Samen na te denken en te kijken hoe wij kunnen geraken tot een plan, tot een reddingsplan in het kader van COVID-19. Ja. Want heel veel schade treedt erop. En hoe moeten wij als samenleving dit allemaal overbruggen? De medici, wat is onze capaciteit aan zorgverleners? Ik bedoel, de mensen kunnen ook niet eenmaal 24 uur werken. Er moeten schema's gemaakt worden. Ook schema's voor 3 maanden, voor 6 maanden, voor 9 maanden, voor 12 maanden. Hoe gaan we daarmee om? We hebben een capaciteitsvraagstuk en we hebben ook een financieel vraagstuk. Hoe gaan we daarmee om? Ja, klopt. Hoe zal de wereld eruit zien, Suriname, na deze pandemie? Op economisch gebied. Had ik maar een glazen bol en ik daarin kan kijken. Ik weet het echt niet. Ja? Ik weet echt niet hoe het over een aantal maanden eruit zal zien. Wat ik wel weet, is dat landen zich wel voorbereiden. Mm-hmm. Landen zijn wel bezig met het opstellen van plannen. Eén, voor de COVID-periode, maar ook voor de periode na COVID. Landen die meer mogelijkheden hebben, meer capaciteit hebben en ook veel meer geld hebben. Helaas zijn wij beperkt in capaciteit, maar ook het beleid van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat we in een bepaalde situatie zijn komen beland voordat de COVID-19-crisis er was. Dus de COVID-19 maakt het voor ons erger en dat komt echt op een periode zeer ongunstig voor ons als samenleving. Maar positief blijven, dat is de kunst. Positief moeten we blijven en om positief te blijven moeten we wel de instructies opvolgen van de overheid in het kader van lockdown, in het kader van shoulder distancing en we moeten het samen doen. Okay. Wij als Surinamers gaan het samen moeten doen omdat COVID-19 niet discrimineert. Discrimineert niet. Of je nu rijk of arm bent, klopt. Of je man of vrouw bent, ongeacht van welke politieke partij, ongeacht van elke religie, COVID-19 discrimineert niet. Het kan ons allen treffen. Klopt, inderdaad. Een ander punt is, wat ik ook wil aangeven, is dat
De overheid moet het voortouw nemen, samen met alle maatschappelijke groeperingen. Het gaat om ons Surinamers. En dat de overheid alsjeblieft met alle partijen aan tafel gaat zitten. En geen maatregelen moet doorvoeren die ons verder de armoede injagen. Dankjewel, Swami. Ik zie dat u ook de voorzorgsmaatregelen in acht neemt, want u loopt met uw hand sanitizer. Goed gedaan. Ja, hè? En ja, goed gezegd, samen gaan wij Suriname tot COVID-19 vrij kunnen maken. Samen alleen. Ik bedoel, van alleen kan het niet. We gaan het alleen samen moeten doen. We gaan deze aflevering afsluiten. Het is aflevering 9. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Social distance, houd 2 meter afstand. Hoes en nies in je elleboogholte. Was je handen regelmatig dan je dat gewend bent. Of reinig ze met hand sanitizer. Geen bossies, geen brassa's, geen handdrukken. Het is moeilijk. We gaan eraan moeten wennen, maar we kunnen het allemaal. Deze aflevering sluit ik af en ik wens u een fijne, veilige en fijne dag verder. Tot de volgende aflevering.